vraag me af wie van mijn homies thuis komt naar het thuisfront. Sta op de plek waar vanochtend nog mijn huis stond. Zit onder bloed, zweet, tranen. Ik hoorde kinderen gillen uit kapotgeschoten ramen. Ben buiten banger dan binnen en fuck wie er gaat winnen. Want shit, mensen die doen zieke dingen. Flitsen komen binnen en worden verdrongen. Ik weet niet eens meer hoe het is begonnen. Een Ajax Utrechtse visser die geen u zegt. Of één rapper die in één keer je crew mekt. Was het toch misschien die stijging in je olieprijs? Kogels op de aarde kosten minder dan een schotelrijst. Dus geef de schuld maar aan een buitenaardse samenswering. Of wijs je vinger naar je eigen schijnregering. Een pop de volgende jopie die met zijn plan reist. Tot de dag komt dichterbij elke keer dat ik de krant lees. Dat was de ster van je bitch. Zwaar gewonde vaders en moeders zonder kinderen. Oude vrouwtjes huilen, gestoorde gekken glunderen. Jongetjes van 12 zijn de winkels aan het plunderen. Mijn laatste dag telt, is waar ik dacht snel. De mooie buurt van vroeger is veranderd in een slagveld. Wat moet ik doen? Radeloos, ik ben ten einde raad. Omdat ik zie dat deze wereld naar zijn einde gaat. Wie maakt zich druk om de honger in Somalië? Ik pak de trein en ik dineer in Noord-Italië. En al die oorlog waar je beter niet van weten kan. Ik draai mijn rug om en ik ben het al vergeten, man. Hoe kan het zijn dat dit zo ver heeft kunnen komen? Stond zo ver van mijn bed, maar nu ben ik niet aan het dromen. En al die vragen die ik eigenlijk niet stellen mocht, leg de beat stil, snap ik het nu zelf nog. Dat was te ver van je bitch, ga niet eens voor je mee staan. En de wereld om je heen, je helemaal geen keus laat. Dat was te ver van je bitch, ga niet eens voor je mee staan. En de wereld om je heen, je helemaal geen keus laat. Naar Volendam is een nationale ramp. Als 14 mensen omkomen bij een brand. Erg als dat is, vallen wij nu door de mand. Als je met me meerekent naar de andere kant. Na elke dag sterven 40.000 mensen aan de hongerdood. Hoor je dat? Ze gaan van de hongerdood. Dat is elke dag een volle arena. Elke dag Volendam als gemeente. Elke dag is een dag dat wij het menen. Niet stil omdat de waarde van het nieuws is verdwenen. Ze hebben vliegtuigen zonder piloot. Die komen waar je woont en ze schieten je dood. Dan is er echt wel genoeg te eten. Maar het Westen wil niet delen, dus we doen alsof we dat niet weten. Vraag de VS en de VN en de Wereldbank wat ze gaan doen wanneer de wereld brandt. Dat was de